Ja, die dekkers die regelen het wel, hè? Ik vind het wel opmerkelijk, hè? Goedemorgen, mijn naam is Sven Leeuwenstein. Ik kom vandaag spreken. Als je aan deze gemeente binnenkomt, ga ik altijd graag even naar de bidstond. Dan krijg je wat, kun je wat geestelijk wat voorbereiden op de samenkomst. En dan kun je wat invoelen, zeg maar, in de geest. En dan staan daar een generatie dekkers te bidden. Ook een aantal anderen. Maar shadababa, Jezus, hè? Die kunnen dat wel, hè? Nou, en dan vervolgens ga je daar staan en dan zie je dan de aanbidding wordt geleid ook door een dekkers. Hè? Vul je dat op? Dus dat ook van de zalving. En dan zie je, bijvoorbeeld komt er dan een filmpje en dan staat daar toch ook weer een dekkers de zending te bedrijven. En dan denk je, nou ben ik er verdorie helemaal klaar mee. Dan komt er verdorie ook nog een host naar voren. Oh, gelukkig heeft die man een achteraan. De tip is dus, wil je iets in het koninkrijk van God betekenen, word een dekkers of trouw er met eentje. Dat is volgens mij de boodschap. Heer, vergeef ons. We weten niet wat we doen, vooral die Leeuwenstein niet. Wie van jullie is wel eens in een woestijn geweest? Mag eens wat handen zien, in een woestijn. Nou, na de temperatuur in deze zaal te voelen, zul je soms denken, ja, jullie thuis hebben het lekker warm, maar hier is het best fris. Zou je denken, nou, ik zou best wel naar de woestijn willen. Maar een woestijn is over het algemeen best wel een heel intimiderende plek. En ik was ooit voor mijn werk in Egypte, en met een jongere reis, ook in de zending. En het was mijn rol om met een aantal tieners op zo'n klimboom, zo'n klimterrein te gaan klimmen. En ik stond daar boven op een of andere paal, gezekerd. En het was 43 graden midden in de woestijn. 43 graden op een paal. Man, ja, het was echt heftig. En gewoon de warmte, de afstand, de stilte, het zand. Gewoon echt een plek waarvan je als mens denkt, ja, misschien niet helemaal waar ik zou moeten zijn. Sommige mensen vinden het fijn, die maken reizen naar woestijn om alleen te zijn, om daar te reflecteren. Maar ik had echt zoiets van, oh, dit is helemaal niks voor mij. En daar in die woestijn was een wadi in Egypte en in het Midden-Oosten. Een wadi is een plek waar dan een soort van water nog wel eens komt. En daar was een trainingscentrum waar christenen werden gediscipeld. En daar mocht ik een aantal mensen ontmoeten. En ik weet nog heel goed dat ik een ontmoeting had met een Egyptisch jong stel. En dat was volgens mij de basis van Jeugd met een Opdracht. En die waren vanuit de islam tot geloof gekomen in Egypte. Dus moet je voorstellen, er wonen ongeveer, wat is het, 80 miljoen mensen daar. 10 miljoen daarvan zijn Koptisch christenen en een aantal daarvan evangelisch. En deze mensen hadden echt letterlijk alles opgegeven om Jezus te volgen. En wat ik nog kan herinneren van die reis is dat het zo ontzettend warm was. Maar dat ook deze mensen een enorme indruk op mij maakten met de blijdschap en het leven wat ze uitstraalden. En ik had het land al gezien, ik had piramides bezocht, ik had mensen in Cairo ontmoet, allerlei moslims, kopten. En daar had ik een bepaalde indruk van. Maar ik weet nog heel goed, toen ik deze mensen in de ogen keek en hoe ze met mij omgingen en het leven dat ze uitstraalden, dat ik dacht van, wauw, zo zijn Egyptenaren volgens mij bedoeld. Ik heb voor het eerst een idee, een inzicht bij hoe een verloste cultuur eruit kan zien. Hoe een Egyptenaar, dat kan ik me tot die tijd totaal niet voorstellen, eruit zou kunnen zien, hoe die zou kunnen zijn, welke houding, welk karakter die persoon zou kunnen hebben als Jezus daarin woont. Als Jezus daar van binnen mag regeren. En sinds die tijd is mijn beeld van dat land veranderd. Sinds die tijd denk ik anders na over wat mogelijk zou kunnen zijn wanneer Jezus in harten mag regeren. En wanneer mensen geworteld mogen zijn in hem. En daar wil ik vandaag met je over nadenken vanuit de Bijbel. Je mag met me meegaan naar Jeremia 17. Want dan gaat het namelijk ook over woestijnen. Ik ga lezen vers 5 tot en met 10. Jeremia hoofdstuk 17, vers 5 tot 10. Er staat dit. Dit zegt de Heer. Vervloekt wie op een mens vertrouwt. Wie zijn kracht ontleent aan stervelingen. Wie zich afkeert van de Heer. Hij is als een struik in een dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzeeld en verlaten land. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet en steeds weer draagt hij vrucht. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het, die het hart doorgrond,
die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont en aan ieder geeft wat hij verdient. Tot zover. Heer Jezus, dank u wel dat als we zo samen het woord openen en samen gaan nadenken over wie u bent, het levende woord van God. Heer, bid ik voor de geest van wijsheid, van openbaring. Heer, voor licht en voor inzicht. En wilt u spreken tot een ieder van ons vandaag, vanochtend hier in de zaal of thuis op de bank. Vertrouw niet op je vlees, maar laat de geest werken aan je wortels. Nou, als je een preek voorbereidt, wat je over het algemeen doet, is in de week daarvoor wat nadenken, wat bidden. Je hebt wat reflectie, je hebt wat ideeën. En je gaat ook wat grasduinen in de Bijbel en online. En dan ga je googlen op bomen, wortels. Want ik ga het namelijk hebben over wortels, een geworteld christen zijn. En dan kom je snel uit bij deze tekst, waar ik mee wil beginnen. Is namelijk: aan de vruchten herkent men de boom. Nou, je hoort het je opa zo zeggen, hè? Zo, aan de vruchten herkent men de boom. Zie je wel, de appel valt niet ver van de boom. Hè? Dus oude dekkers en jonge dekkers, dat maakt niet uit, ze zijn allemaal dekkers. Dit is de laatste keer dat ik een grapje over maak. Cor zit al bijna te huilen, daar gaat hij weer. Och, jongens. Lambert zit thuis met kromme tenen. Nou weet ik... Oh, Sven, hou nou eens op. Ja, dat komt straks. Dat moet je hier zelf doen, hè? Ah, kijk. Oh, Leeuwenstein. Ik denk dat ik met pek en veren door wordt uitgeknikkerd zometeen. Aan de vruchten herkent men de boom. Jezus zegt in Matthäus 12, vers 33, wanneer een boom goed is, dan zijn zijn vruchten ook goed. Maar is een boom daarentegen slecht, dan zijn zijn vruchten ook slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. In de Bijbel, hier in Jeremia en ook in Matthäus, wordt heel vaak het beeld van een boom gebruikt als het gaat over een persoon of een groep mensen. En wij zijn eigenlijk, net als in de tijd van de Bijbel, als een boom. Dus kijk maar eens even naar je buurman of buurvrouw. Zeg maar recht in de ogen, zeg jij bent een boom. Je bent een boom. Sommige mensen zijn een boom van een vent, maar dat is weer wat anders. Jij bent een boom. En als je even een boom voorstelt, dan kun je dat even in drie gebieden delen. Dat is takken en bladeren, zeg maar de stam, maar ook de wortels. En elke spreker weet, en elke coach weet, en elke leider weet, dat als je verandering wil in een groep, als je verandering wil in een collega, in een medewerker, in een echtgenoot, in een kind, in iemand in je klas. Als je verandering wil in een samenleving, dan moet je niet gaan beïnvloeden op gedrag. Maar dan moet je gaan beïnvloeden op mindsets, op wat je gelooft. En dat komt uit de Bijbel, want de Bijbel zegt hoe een koning denkt, zo leeft hij ook. Wat je gelooft, hoe je denkt, zo leef je ook. En in het verleden, zeker in het Oude Testament, werd er veel gepreekt, gezonde informatie overgebracht op gedrag, op regels, op het externe. Op datgene wat van buiten werd verwacht. En ook in de kerk is dat op lange tijd doorgegeven. Als je maar gedraagt en gelooft wat wij geloven, dan hoor je erbij. Er zijn heel veel gemeentes wereldwijd die op die manier kijken naar lid zijn of niet lid zijn van een lokale kerk, van een groep, van een gemeenschap. Gedraag je zoals wij, geloof wat wij geloven en dan hoor je erbij. Behave, believe, belong, zeggen we dan in de theologie. Ik vond het mooi dat Tabitha's man, ik weet even niet hoe hij heet, die heeft een Vineyard shirt aan, ik weet niet of dat opviel. En het leuke aan de Vineyard is, die hebben dat omgedraaid. Die zei, weet je wat, wij gaan zeggen, is dat je hoort erbij. Dan ga je vanzelf geloven over wie Jezus is. En dan ga je vanzelf je anders gedragen. Dus wat zij deden, zij draaiden dat om. Zij begonnen te preken, zij begonnen onderwijs te geven op wat je gelooft. Dat je je geliefd weet. Dat Jezus je bron is, dat je in hem verankerd, geworteld bent. En dat maakte dat mensen zich niet zozeer gingen gedragen als een Vineyard-christen. Maar ze veranderden door Jezus. En dat maakte dat ze zich naar de waarde van de gemeenschap en de waarde van Gods koninkrijk begonnen, dat begonnen ze te geloven. En daar kwam een innerlijke verandering. En toen werd hun externe leven vanzelf ook anders. En het leuke was dat ze zeiden, weet je wat, je kan niet eens lid worden bij ons. Jouw levensstijl laat zien dat je je verbonden voelt met deze gemeenschap. Met dit bosje, met dit filiaal van het koninkrijk. Wauw. Ze begonnen niet te spreken op onderwijs, op wetten en op regels.
maar op waarde. En de waarde van het koninkrijk. Dat was revolutionair. En het heeft ons geholpen om na te denken over, ja, wat maakt nou eigenlijk dat je erbij hoort? Wat maakt nou eigenlijk hoe je je gedraagt? Dat heeft te maken met wat je gelooft. En dat gold in de tijd van Jeremia voor het volk Israël. En dat geldt ook voor jou en mij vandaag de dag. Het is alleen soms een beetje lastig om bomen te onderscheiden. Om bomen om aan te kunnen zien. Hè, Jezus zegt dat wel. Je kunt aan de vrucht herkennen hoe het met de boom zit. Maar wat wij vaak doen is kijken naar de takken. Naar het gedrag van die ander. Wij kijken vaak naar de buitenkant. Naar de externe dingen. Ik weet niet of je dat herkent, maar het valt mij bij Nederlanders op dat wij ons oordeel zo ontzettend snel klaar hebben. Ja, ik dan niet, zeg maar. Maar de rest allemaal wel. Dat viel mij op. Toen ik dat aan het toetsen was, bij mezelf, of het nou goed of kwaad was, viel mij dat op. Ja, dat is zo scherp. Ik was bij Herman Boon een tijdje geleden, bidden vasten. Zo, die man die kan het zeggen. Herken je dat? Ja, schat hij zo. Ja, elke christen in Nederland heeft volgens mij geest van oordeel, geest van religie, geest van redenatie en nog één. Die weet ik niet eens meer. Vergeetachtigheid, geest, denk ik. En dan zit je in de zaal en dan denk je, man, hoe kan iemand zo scherp zijn en tegelijkertijd zo aantrekkelijk? Hè? Want je denkt, ja, ik moet me bekeren. Want je voelt je niet veroordeeld, je voelt je uitgenodigd. Er zit leven in. Je weet dat die man de waarheid spreekt, maar dat er vrijheid is. Een boom van leven. Een aantrekkelijke Egyptische christen. Een aantrekkelijke, wat is die, Johannes de Doper. Er zit leven in en er zit uitnodiging, er zit hoop in. Goede harten dragen goede vruchten. En Jezus zegt het ook scherp en aantrekkelijk. Slechte harten, slechte bomen dragen slechte vruchten. Het lastige is alleen dat je dat niet altijd aan de buitenkant merkt. Wel soms aan het gedrag. Maar je kunt in één gemeenschap zijn, één groep bomen, één bos. En een andere gemeenschap, een andere groep bomen, een ander bos. Die met precies dezelfde liedjes zingen. Die precies dezelfde structuur gebruiken. Waar precies hetzelfde merk aan de buitenkant van de kerk staat. Waar op dezelfde manier met elkaar wordt omgegaan als het gaat over rollen, structuren en de talen Israëls wat wij met elkaar hebben. De Christianese, de taal die wij als christenen hebben. En toch kan het zijn dat je in de ene gemeenschap, in de ene groep, heel veel leven ervaart. Dat je heel veel uitnodiging ervaart. Dat je het idee hebt, ik heb een ontmoeting met Jezus vanochtend. Ik proef zijn geest, ik ontmoet zijn wie hij is, zijn woorden leven. En ik ga veranderd naar huis, want waar Jezus spreekt, veranderen harten. Amen. En dan kom je in een andere gemeenschap die precies hetzelfde aan de buitenkant uitziet. En je denkt van, jongens, de taal is hetzelfde, de liedjes zijn hetzelfde, de woorden zijn hetzelfde. Maar ik mis het leven. Ik mis de ontmoeting met de levende Jezus. In die ander en misschien ook wel een beetje in mezelf. Twee bomen, maar de een geeft leven, zwart-wit gezegd. En de ander vraag je af, ik mis iets. Religie of relatie? Nou, hoe word je nou een slechte boom? Ja. Het is toch handig om eens te weten wat je dan vooral niet moet doen. Nou, de Heer bepaalde me bij Hosea 9, vers 10 en vers 16. Dat ga ik voorlezen. Hoe word je nou een slechte boom? Want hier hoor je God een stukje frustratie delen over zijn volk. Hij zegt dit. Maar zij, zodra ze in Baal Peor kwamen, wijden zich aan de God van de schande. Ze werden even weerzinwekkend als het voorwerp van hun liefde. Ik ga het zo uitleggen. En dan vers 16. Geveld is Everim. Zijn wortels verdroogd, een boom zonder vrucht. Ook al brengen ze zijn kinderen voort, kostbaar ze uit hun schoot, ik breng het om. Mijn God zal hen verwerpen, want ze hebben niet naar hem geluisterd. Ze zullen dolen onder vreemde volken. Ze werden even weerzinwekkend als het voorwerp van hun liefde. Dit gaat over wortels, over je bron. Over daar waar jij jouw heil van verwacht. Waar je nou eigenlijk je vertrouwen op stelt. Het principe uit Jeremia. Waar vertrouw je nou eigenlijk echt op? Waar drink jij van, boom? Waar zitten jouw wortels nou eigenlijk echt in? En God beschrijft hier heel, eigenlijk best wel heel kritisch, heel scherp. Dat je wordt wat je aanbidt. Wist je dat? Waar ik mijn hart op richt. Waar ik mijn vertrouwen op stel. Waar ik in wortel. Dat is waar je mij naartoe zult zien veranderen. Dat is waarvan ik vrucht zal zien dragen. Dus als ik veel bezig ben met angst,
als bron. Als angst een grote rol speelt in mijn leven. Als ik eigenlijk meer vertrouw op wat ik voel en vooral op angst. Dan ga je dat aan mij merken. Dan gaat mijn gedrag, mijn bladeren, mijn vruchten gaan zich daarna gedragen. Want ik ben namelijk als boom gemaakt om vrucht te dragen van datgene waar ik in geworteld ben. Amen. Waar ik van drink, wat mijn bron is, waar ik mijn vertrouwen op heb gesteld. En dat proef je dan aan mij. En niet aan de buitenkant hoor, want ik heb de taal, ik heb de woorden. Ik kan misschien zelfs het gedrag naapen. En zeker als ik in een kerk ben, kan ik heel goed meedoen met het gewenste gedrag. Amen. Behave, believe, belong. Doe maar met ons mee, want dan hoor je erbij. Terwijl dat is niet de verbondenheid waar Christus over spreekt. Paulus heeft in de Bijbel constant over zijn eenheid met Christus, over zijn verbondenheid met Christus, over zijn verworteling, zijn verstrengeling met Jezus. En niet met een theologisch concept of een idee of een filosofie, maar een levende, opgestane persoon die daadwerkelijk krachtig, een krachtige bron is, die door jou heen wil stromen, waar je in mag wortelen, waar je in mag enten. Waar je leven ervaart. Want als ik me daar naar voeg, als ik daarvan ga drinken, als ik daarin ga wortelen, als ik het daarvan ga verwachten van hem, dan ga je dat aan mij merken. Amen. Dit is, als je een dode struik zijn, dan moet je je vertrouwen stellen op iets anders. Dat is een tip van mij, als je dat graag wil. Nou, je kunt hier een heel jaar over preken, over dit onderwerp. Wat er allemaal onder de motorkap van je hart zit. Er zijn zoveel dingen daar te vinden. En wat we vaak doen is kijken naar gedrag of naar de basis daaronder. Maar wat we veel te weinig doen is kijken naar de wortels, naar de diepste overtuigingen. En weet je, één wortel, één bron waar ik me wel eens zorgen over maak, is trots. Is trots. En trots is eigenlijk precies de afgoderij die je hier in Jeremia ziet. Mensen die zeiden, weet je wat, God heeft ons wel gezegend. God heeft ons wel, heeft van alles voorzien. En hij heeft ons uit het land Egypte gehaald. En het beloofde land gegeven. Maar constant zag je de ongehoorzaamheid, de afgoderij, het vertrouwen stellen op andere goden. En daar stond de vader maar klaar. Want dat was toen ook al de vader. En hij sprak tot zijn kind. Vertrouw niet op jezelf. Vertrouw niet op de gebroken natuur. Vertrouw niet op het oude leven. Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. God wijst de weg. Weet je waar ik best mee worstel in kerken soms? Is dat we, weet je, als het lekker gaat, als het mee zit, als je voor de wind gaat, als je een soort van golf van genade in je rug hebt, zeg maar, op de surfplank van de geest, zoiets, hoe je het ook wil zeggen, dan is het heel verleidelijk om net te doen alsof je vertrouwt op God, maar eigenlijk te vertrouwen op wat er door je heen stroomt. Om te vertrouwen wat je zelf kan bedenken. Om te vertrouwen op jezelf. Wist je dat? Je ziet vaak bij kerken die nog niet zo lang bestaan en die in een soort revival zitten. Hè? Kerken gaan door seizoenen heen. Hè? Nou, dat weet de leg ook. Hè? Kerken gaan door seizoenen heen. En als je in die up zit, op die golf, en de glorie is er, en er is doorbraak, en dan komen mensen tot geloof, dan kan het zijn dat je gaat vertrouwen op jezelf. Dan kan het zijn dat je eigenlijk onbewust niet meer gaat drinken van Jezus, of hem de eer en de glorie geeft. Maar ik denk wel eens dat je als gemeentes moet oppassen dat je niet meegaat in de geest van de omgeving waar jij gepland bent. Want dat is waar de profeet Hosea over sprak. In Baal Peor, daar was een bepaalde geest, een bepaalde manier van doen. En het volk liet zich verleiden om mee te gaan in de afgoderij. Het is als leiderschap van een gemeente en als bos, in een grote bos, goed om na te denken over wat kom ik nou eigenlijk tegen? Waar heeft God mij geplant? Wat zijn hier de vijanden in dit land? Wat zijn de afgoden? Wat wordt hier bewierookt? Waar knielen mensen voor? Wat ziet de rest hier als hun heil en hun bron? Waar vertrouwen de mensen hierop? Ik zal het maar zeggen, maar ik heb al een paar jaar het gevoel, en misschien herken je dat, dat jullie in deze omgeving moeten oppassen voor trots. Het zelf kunnen,
Het eigen gereidheid, het wel weten, het onze manier. En ik ben gezonden als zoon van God en jij ook als zoon, als dochter van God, om met een andere cultuur te komen. Amen. Om gij geheel anders te zijn. Weet je wat mijn autoriteit geeft? Dat als ik in een omgeving functioneer waar onreinheid bijvoorbeeld zou manifesteren, dan gaat het erom dat ik eerst zelf in reinheid vanuit Christus leef. Anders heb ik geen autoriteit over die macht die ik probeer te binden. Amen. En om zielen daaruit te trekken en ze in dat koninkrijk te brengen. Om ze levende, vruchtdragende bomen te laten zijn. Je hebt geen autoriteit over datgene waar je zelf nog een relatie mee hebt. Amen. En als je het aanvalt, dan zegt diegene, ja, kom maar. Ja, kom maar. Kom maar, want ik heb je al. En heb je geen overwinning. En maar bidden, en maar goed gedragen, en maar trainen, en maar zingen. En we snappen maar niet waarom we geen overwinning hebben. Het komt omdat we nog steeds samenwerken met de geest waarvoor we geroepen zijn om die te binden in de naam van Jezus. Door onze levensstijl, door ons giftgedrag, door ons gebed. Maar als je er vrij van komt, dan heb je autoriteit. En weet je hoe geestelijke groei vaak komt? Door die lessen, doordat jij strijdt met die geest. De lessen, de beproevingen in de woestijn. Dat is hoe de Heilige Geest jou vormt. Je denken vernieuwt. Je vrijmaakt van de macht van die geest. En je vervolgens terugzendt om overwinning te brengen. Amen. Dat is hoe dat werkt. Dat zijn beproevingen, dat zijn lessen. Nou, een aantal van jullie weten dat ik een tijdje geleden niet zo lekker was. Ik heb corona gehad, ik was hartstikke ziek. Daarom was ik het de vorige keer ook niet. Toen konden ze niemand anders vinden dan Rob van Rossum. Nee, ik had Rob voorgesteld. Mijn broertje. Ik zeg, oh, ik vraag hoop dat de oudste het goed vinden. Gaat Rob spreken. En hij deed fantastisch. Goed gedaan, Rob. Oh, hij begint al te appen. Dit is de laatste keer dat ik met jou praat. Hè? Ja, en nou weet ik niet meer waar ik het over had. Corona. Man, wat was ik ziek. En wat is het fijn als je om je in je omgeving merkt dat mensen voor je gaan bidden. Dus ik kreeg constant appjes, joh Sven, we strijden voor je. En het was echt best heel heftig. Maar er was één dame in Zweden, een Zweedse voorbidster, een strijdster die veel voor dat land bidt. En die zegt, Sven, joh, ik vroeg aan de Heilige Geest, wat moet ik voor hem bidden? En toen zei Jezus tegen haar, en ik vertrouw deze dame, hij zei tegen haar, ik haal Sven ergens doorheen. Ik gebruik deze lastige periode in zijn leven, in zijn lichaam en in zijn geestelijke strijd. Want ik wil hem iets leren. Ik wil hem sterker maken. Ik wil hem autoriteit geven. En toen ik dat dacht, en ik ach, het last, dacht, nee, ik wil gewoon graag genezen. Heer, dan komt de geest over mijn bed en dan kan ik nog meer Netflix kijken en chocolade-ijs eten. Ik wil helemaal niet iets leren. Ik wil gewoon dat al mijn apostolische vriendjes en vriendinnetjes hun trucjes doen en dan sta ik morgen weer op. Amen. Kom maar naar voren. Nee. Sven moest wat leren. En het kwam wel binnen. Maar nu achteraf zie ik, ja, ik snap het. Jezus wilde zichzelf op een nieuwe manier aan me openbaar. Hij wilde dit gebruiken om een sterkere boom te maken. Om niet te vertrouwen op omstandigheden. Om niet te vertrouwen op hoe ik denk dat het zou moeten gaan. Maar hij wilde het gebruiken zodat ik me dieper zou wortelen in hem. En ik zal je eerlijk zeggen, ook voor de mensen thuis, dit is voor mijn gevoel wel discipelschap 2.0. Ik zeg echt niet dat als jij vorige week tot geloof bent gekomen, dat Jezus je door dat soort dingen heen haalt. Ik hou dat echt bij mezelf. Maar ik geloof wel degelijk dat die les er voor mij was. Wel degelijk. Zodat mijn geloof zich zou verdiepen. Weet je, in de woestijn, wat gebeurt er dan? Als het goed is, kun je twee dingen doen. Je kunt stoppen met drinken, of je gaat op zoek naar water. Amen. En het idee is dat je door beproevingen heen, door lastige periodes heen, door die trainingsschool waar de Heilige Geest denk ik ook de leg mee doorheen neemt, is dat niks anders meer een bron is voor deze gemeente, maar dat Jezus je bron is. En dieper, en dieper, en dieper. En ik zal je zeggen, ik kom hier nu een paar jaar, ik merk het al. Ik merk het al. Ik proef meer, ik zeg het maar gewoon lieve schatten, meer nederigheid hier. Ik proef meer kwetsbaarheid. Ik proef meer verlangen. En ik weet wel dat als je zelf in een gemeente zit en dan heb je allerlei ruis en verhalen, dat begrijp ik allemaal wel, maar voor mij als buitenstaander proef ik het echt. Wat Jezus aan het doen is, dat is niet de quick fix. Dat is niet even snel de nieuwe methode of het nieuwe ding. En het is ook niet alleen maar surfen op iemands salving.
Maar het is het karakter van gewortelde broers en zussen in Jezus. Zodat wij sterke eik zijn met elkaar. Dat we sterke eiken worden in je huwelijk, in je gezin, in je business, in je gebedsleven. Ik had van de week een gesprek met een voorganger die ik mag begeleiden op het gebied van vrijheid. En dan hadden we het over dat het proces van beproeving en reiniging eigenlijk te maken heeft met dat je tot elk goed werk bent voorbereid. Zoals Paulus tegen Timotheus zei. Dat God je voor heel veel verschillende dingen kan gebruiken. Omdat je al door zoveel lessen heen bent gegaan. Dat je zoveel hebt toegestaan. Zoveel vorming. Zoveel keer ja hebt gezegd. Dat je zo drinkt met je wortels uit Jezus. Uit het woord van God. Dat hij je kan zeggen, nou maandag dit. Dinsdag dat, woensdag dat. En het is allemaal oké. Want het is toch allemaal Jezus. Het is toch zijn kracht. Het is toch zijn glorie. Nederigheid, vrienden. Nederigheid. Dat gaat ons de autoriteit geven die we nodig hebben. Weet je, ja, in Christus heb je allemaal autoriteit. Absoluut. In de genade heb je bevrijding, genezing, redding. Hartstikke belangrijk. Maar weet je hoe autoriteit komt? Echte autoriteit komt door gehoorzaamheid. Ja? Het evangelie is gratis. Maar het koninkrijk komt met een prijs. Amen. Dat kost je wat. Het aparte is wat veel christenen niet begrijpen. Soms kost het ook gewoon je vlees. Om te erkennen, om je kwetsbaarheid te kiezen. Om te zeggen, Heer, ik vertrouw eigenlijk nog op mezelf. Of ik probeer u te controleren, of ik probeer u mijn PlayStation console voor elkaar te krijgen, dat u doet wat ik zeg. Ik stop u in mijn doosje. Het moet op mijn manier. Maar hoe zou een gemeente eruit zien vol van sterke gewortelde bomen, dat het niet zoveel meer uitmaakt of Jantje of Pietje of Klaasje het doet? Oh jongens, dan worden we gevaarlijk. Dan doen we het samen. Dan is mijn buurman of buurvrouw niet een concurrent voor mijn aandacht of voor mijn trauma te genezen of om in mijn bron van hoogmoed of trots of wat het ook is. Maar dan ben je mijn broer en dan ben je mijn zus en dan zijn we samen een team. En dan gaan we Gods missie uitleven. Dat voelt voor mij als vrijheid. Dat voelt voor mij als geworteld zijn in Jezus. Dat voelt voor mij zoals die Egyptische christenen daar in de woestijn me lieten zien. Echte verloste mensen. Leven. Echte verloste mensen. Geworteld in Christus. En dan gaan we vrucht dragen. Weet je, Galaten 5, je kan het niet laten om daar naartoe te gaan. Spreekt even over het verschil. Dat is het laatste wat ik je wil meegeven. Want de geest wil werken aan die wortels. Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat onze eigen wil, die oude natuur, allemaal voortbrengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. En ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis genageld. En wanneer de geest ons leven leidt, laten we ook de richting volgen die de geest ons wijst. Nou, waarom haal ik dit nou aan? Het zit hem niet in goed doen. Het zit hem niet in jezelf. Het zit hem niet in het gewenste gedrag vertonen om te voldoen aan ideeën die je zelf bedenkt of die de Satan je voorhoudt of die de groep mensen om jou heen je aanreikt. Daar zit het hem niet in. Dat is het goede van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is nog steeds wetticisme, dat is nog steeds verdienen, dat is nog steeds je ziel, dat is nog steeds je oude natuur. Dat is nog steeds niet geworteld in Christus. Het evangelie is zo ver revolutionairder dan wij kunnen zien. Zo gaat zoveel verder. Het is zo radicaal. Het is alles wat ik ben, Sven, alles aan het kruis. Alles wat jij hebt, al je ideeën, al het goede en het kwade wat in jou zit. Want je bent tot op het bot, tot in de core kapot gegaan door je zonde. Er is niks wat ik kan doen
om in dat nieuwe leven te staan, behalve door te zeggen, ja je, er is niks. Niks. Te veel gemeentes zitten vol met bomen, met een prachtige buitenkant. Maar als je de motorkap open doet, dan wordt er nog veel te veel geworteld in verkeerde bronnen. In het vlees, in de maakbaarheid, in de oude natuur. En daar kun je heel veroordelend over nadenken, daar kun je van alles van vinden. Maar ik hoor vooral een Jezus die uitnodigt. Ik hoor vooral een Jezus die zegt, Sven, ik wist het al. Ik wist al van je vragen en je pijn en je verdriet en je religie en je goede werken. Ik wist het al. Ik wist al dat je een oude natuur had. Ik wist ook al dat zelfs als je ging proberen mij te volgen, dat je zou falen. Ik wist het al. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus het is één grote uitnodiging. Het is al volledig volbracht. En wij mogen daarin gaan staan. Dat is het gewortelde leven van het levende evangelie. Waardoor mensen, waardoor we vrucht gaan dragen van de geest. Het is niet mijn vrucht, dat is dat andere. Maar het is de vrucht van de geest. Nog één verhaaltje vertellen en dan gaan we naar het gebed. De band mag naar voren komen. Ik hou niet zo van name dropping, maar ik ga het toch doen. Ik was een keer op een conferentie, The Battled, en dat was Heidi Baker. Nou, vul het hele verhaal maar in. Als je haar naam doet, dan gaan er allerlei lampjes branden. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik weet nog heel goed dat ik een gesprekje met haar had. En ik voelde me zo aangetrokken tot Jezus in haar. Het was magnetisch. Het is maar gewoon een mens, hè? Gewoon een boom. Maar het was Jezus in haar. Er zat zoveel leven in. Er zat zoveel geest in. Zoveel vrede, zoveel blijdschap, zoveel aanvaarding. Door gewoon even met haar te praten, had ik gewoon ontmoeting met Jezus in haar. En het spijt me om te merken, zeker toen, denk, wat kom ik dat weinig tegen hier. Wat verlang ik zo naar Jezus in mijn broer en mijn zus. Wat verlang ik naar een bos vol bomen. Met leven. Dat er gewoon genezing door ons heen stroomt. Omdat we geënt zijn aan het levende water. Dat we elkaar niet meer kapot concurreren. Omdat we papa's hebben gemist. Maar dat we familie zijn. En dat de liefde van de Vader zo naar elkaar toestroomt. Ja, er zijn rollen in het koninkrijk. Ja. Er zijn verschillende soorten autoriteit. Ja, er is een vrije wil. Dus sommige mensen doen het wel en anderen niet. Ja, het is een gebroken werkelijkheid. Maar daar middenin droom ik van sterke bomen die leven geven. En die hun bladeren genezing zijn. Er is een profetisch woord wat Walter volgens mij nu gaat inleiden.